Woensdag werd de nieuwe Vlaamse regering voorgesteld in het Vlaams parlement. Het gaat om een coalitie tussen N-VA, Open VLD en CD&V, met Geert Bourgeois als minister-president. Het wordt een Zweedse coalitie. Moeten we dan vanaf nu zeupreuten? Of wat is een Zweedse coalitie eigenlijk? Wel, tevoren was het eigenlijk een IKEA-coalitie. Je kent IKEA, zo, dat is eigenlijk iets dat ziet er heel goed uit, maar je krijgt dat niet in elkaar. En nu is het een Zweedse coalitie geworden, dus eigenlijk iets dat marcheert. Jullie zitten nu in een Zweedse coalitie. Wil dat dan zeggen dat uw huis vol met meubels van de IKEA staat? We vormen een regering met N-VA en Open VLD. Het regeerakkoord moet nog verdedigd worden, maar ik voel een heel sterke wil om goed samen te werken. Wilt het zeggen dat uw kinderen vanaf nu naar Pippi Langkous moeten kijken? Oh, daar kijken ze al naartoe, dus maak u geen zorgen. Ik heb u al heel goed voorbereid daarop. Nee, zover gaan we niet. We gaan precies een overheid zijn die minder betuttelt. En dus we gaan absoluut niet gaan zeggen wie wat moet doen, laat staan. Dat we gaan opleggen wie naar welke programma's zou moeten kijken. Mijn kinderen zijn al zo oud dat ze uit huis zijn. Maar Pippi Langkous was toch altijd een leuk programma. En kent u veel liedjes van ABBA? Ik ken een paar liedjes van ABBA. Zou je een stukje kunnen zingen of niet? Ik ben nog van een tijd dat ABBA het Songfestival won. Dus de muziek van ABBA kan ik ook wel in oog. Nee, ik ken ABBA niet zo goed, nee. Geen enkel liedje, ook niet Dancing Queen of zo? Ja, ik ken wel een paar van liedjes, maar om bijzonder te zeggen dat ik een fan ben, dat is niet juist, nee. Kan ik u vragen om een stukje te zingen? Of? En dat mag u vragen, ja. Zou je alsjeblieft een stukje kunnen zingen? Ja, ik heb gezegd dat u dat mag vragen, maar ik zal dat niet doen. Bent u zelf fan van Ibrahimovic bijvoorbeeld? Schitterende voetballer, ja, zonder twijfel. Een van de betere voetballers. Spijtig dat hij niet mee is kunnen gaan naar 2K. Voetbal is ook niet mijn favoriete sport. Ik ben zelf een fietser, maar ik hou wel van sport in het algemeen. Maar een bijzondere fan van hem ben ik niet. Ik ben Anderlecht fan en hij heeft ons al eens een zware nederlaag toegebracht. Diezelfde Ibrahimovic. Maar zeg, wat is dat voor vragen die jullie stellen? Ik ben zeer vermoeid op dit ogenblik. En ik ben vooral fan van mijn bed. Dus wij kunnen nu eigenlijk niet echt plezieren met een Zweeds kruiswoordraadsel. Momenteel, oké, dan zullen we het opsparen voor iemand anders. Absoluut. En als het met getalletjes is, nog het beste, maar het zal met woordjes zijn, zeker. Maar dat gaat ook wel lukken. Ja, wellicht wel, als ik tijd zou vinden om daar aan te werken. Ja.